SJC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Plas Accountants en Van der Voet Keukens. Van harte welkom bij de wedstrijd SJC tegen Alcides. Het is de eerste wedstrijd voor SJC in de competitie. De eerste competitiewedstrijd in de hoofdklasse. Alcides natuurlijk, bekende tegenstander, wel vaker tegen gespeeld. SJC wat ook heeft mogen oefenen. Voorafgaand aan de competitie. Tegen Boshuizen bijvoorbeeld, waar 2-2 werd. Maar ook recenter tegen Rijnvogels, vorige week nog. Vorige week zaterdag, met het nare einde van de wedstrijd. Met de blessure van Chris Hogevorst. Ondertussen zitten hier trouwens de pupillen van de week lekker op hun eigen tempo. Maar wel raak natuurlijk. Het was een beetje grimmig weer vandaag aan de lage weg. Het was een beetje regenachtig, maar toch heel veel publiek zoals u ziet. Ook de tribune zat helemaal vol. Dus iedereen had er zin in om SJC leuk voetbal te zien spelen. En dat deden ze ook. Want hier met Tom Duin dan de eerste kans na de paas van Martijn van Tricht. SJC wat een beetje de overhand had aan het begin van de wedstrijd. Het ging een beetje op en neer allebei. Martijn van Tricht die trouwens wel heel makkelijk hier de bal meekrijgt. En dan Tom Duin dan wegstuurt. Dat is een penalty. Ja, de scheidsrechter legt hem op de stip. Na een overtreding van keeper Jager. Die daar zelf niet echt over te spreken is, zo te zien. En ook de coaching van Alcides is het er ook niet helemaal mee eens. Zoals u kunt zien. Maar goed, hij gaat natuurlijk gewoon op de stip. We gaan er nog een keer naar kijken. Tom Duin dan is wel eerder bij de bal of hij dan geraakt wordt. Ik denk van wel, maar het zou kunnen van niet. We zullen het nooit weten, maar hij telt wel van Jordi Groot. Die we dwars en dwars door het midden schiet. SJC dus al voorsprong. En als dat een voorbode is voor hoe de competitie gaat zijn, zou dat heel mooi zijn natuurlijk. Hier een mooie actie van Timo Ruigerok. De paas komt dan niet helemaal aan. Maar ook na de goal ging het wel veel op en neer. Ook Alcides liet wel zien wat ze in huis hadden. Hier wel een klein foutje achterin. Daar liet Okenge even het balletje onder zijn voet doorglippen. Maar geen paniek. Want aan de andere kant is er alweer een aanval. Dit is een hele goede aanval zelfs. Maar die wordt niet beloond met een goal. Want Koiker schiet hem naast. Je zou toch denken als spits dat je zo, dat soort balletjes er wel in zou moeten krijgen. Maar hij krijgt het toch voor elkaar om naast te krijgen. Maar Alcides is er nog niet klaar mee. Want hier een soortzelfde situatie. Maar nu gaat hij er wel in. Ja, 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 ja. Een foutje op het middenveld van SJC. Cerruzzi verliest daar de bal. Dan twijfelt ook Schelvis. We gaan er nog een keer naar kijken. Het is wel een goede bal hoor, dat zeker. De goal is van Kuurman. Die heel bloedig blijft eigenlijk. Heel makkelijk Schelvis uitspeelt alsof het helemaal niks is. Maar een mooie goal van Alcides, dat zeker. In de tweede helft dan zijn we alweer aangekomen. Het was qua kansen niet de beste wedstrijd ooit. Het ging een beetje, veel balverlies. Het ging een beetje op en neer. Maar soms zat er wel hier en daar een kansje tussen. Zoals deze van Timo Ruigerok. Het schot dat wel makkelijk gepakt wordt door keeper Jager. Ondertussen zijn dan de nodige spelers ingevallen. Zoals ook hier Stan Ruigerok. Die een hele mooie aanval opzet. Maar die wordt dan niet beloond. Want daar glijdt Van Tricht. Die glijdt nog vies door trouwens ook tegen de paal. Maar die kon zijn voetje er niet tegenaan krijgen. Dan in de absolute slotfase nog een corner voor SJC. Maar ook die wordt geblokt. En zo eindigt de wedstrijd in 1-1. Jordi Groot, 1-1. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, bedroevend. Ik denk, geen goed niveau van beide kanten niet. Slordig, veel balverlies. Beetje hossenknossen, lange ballen. Daar komt wel een beetje op neer. Dan ga je met 1-1 de rust in. En dan, wat wordt er dan in zo'n kleedkamer gezegd met zo'n wedstrijd? Nou ja, dat het niet uitmaakt wanneer je hem maakt. Je moet niet te geforceerd gaan voetballen. Je moet er druk op houden en geduld opbrengen. We hebben wel wat kansjes gehad, maar uiteindelijk viel hij niet. En blijft 1-1. Tot slot, hoe is het om weer met allemaal publiek hier te voetballen? Merk je er heel veel van of eigenlijk niet? Nou ja, dat is wel lekker natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar, toen het seizoen gestaakt werd, een paar wedstrijden zonder publiek gevoetbald. En dat is wel een treurige bedoeling op het veld. Maar nu is wel lekker het publiek erbij. En jammer dat van de regen, dus anders had er nog meer mensen langs de lijn gestaan. Maar zo wel weer prettig.